Interview vandaag, Frans Polman. Ik een kunstenaar. Hallo Frans. Goedemiddag. Nou, hoe is dit eigenlijk allemaal gekomen dat je zo kunstenaar bent geworden? Oh, dat is een hele korte vraag, maar daar kan ik een heel lange antwoord op geven. Nou, vertel. Nou, ik zal proberen het een beetje samen te vatten, want het is natuurlijk heel, heel lastig om dat helemaal uit te leggen. Maar ik ben als kleine jongen opgegroeid. Uh, 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 bij ons thuis hadden we een kwekerij, maar daarnaast had mijn vader ook een atelier waar hij schilderde. Ja. Dus ik ben eigenlijk als klein jongetje uh, nou ja, uh, uh, bekend geraakt met het schilderen, dus ook met de kunstwereld. En uh, op een gegeven moment zoek je iets voor jezelf waar je jezelf in kunt uiten. Ja. Nou, uiteindelijk, na zoveel jaar van alles gedaan te hebben, kom je toch weer terug bij je roots. En uh, in dit geval was voor mij dat de kunst. Dus ik ben eigenlijk begonnen met mijn schilderwerk. Uh, echt met het figuratieve werk. En dat heb ik later helemaal naar mijn hand gezet door het heel abstract te maken. En daarnaast heb ik ook mijn drie-dimensionale werk, wel de houten objecten erbij gedaan. Dus dat is eigenlijk heel kort samenvat hoe ik daar ben gekomen. Maar u heeft ook een studie gedaan? Ik heb geen studie gedaan, nee. Dus geen kunststudie? Of... Ik heb geen kunstopleiding gedaan, alhoewel uh, ik zogenaamd uh, autodidact, uh, de titel autodidact heb. Maar uh, ja, wat ik al zei, ik ben opgevoed, opgevoed in een uh, gezin waar een atelier thuis was en uh, waar altijd gewerkt werd. Maar waar ook heel veel andere kunstenaars kwamen. En uh, ja, ik noem mezelf eigenlijk iets meer een leerling kunstenaar dan dat ik een... Uh, ja, autodidact ben. Ik bedoel, als je autodidact bent, zou je eigenlijk op een onbewoond eilandje hebben moeten zitten. En nooit besmet moeten worden ja. door andere mensen. Ja. Maar ik heb, ben ook in de leer geweest. Dus ik voel me meer een leerling kunstenaar dan dat ik een uh, autodidact kunstenaar ja. ben. En van wie heeft u het geleerd? Uh, ja, meerdere kunstenaars. Maar onder andere kwade natuurlijk. Ja. En uh, daarnaast heb ik uh, anderhalf jaar bij uh, George Hartwick, dus een uh, Engelse kunstenaar die in Australië woonde en ben je gezeten. En daarnaast heb ik hier in Apeldoorn ook nog wat uh, verschillende kunstenaars. Die, eentje daarvan is... Uh, uh, nou, dan moet ik wel eens een vriend naam in één keer naar binnen schieten, maar hij leeft niet meer. Etienne uh, uh, Baches. Uh, maar die leefde intussen in niet meer. Maar dat was een beeldend kunstenaar die zich alleen maar met het houtwerk uh, bezighield. Ja. Dus ik heb mijn dingen bij elkaar gevoegd en daarmee uiteindelijk ook echt mijn eigen identiteit gemaakt. Ja, ja. en je zegt net, ik heb geen studie gedaan of zo, maar wat, wanneer was nou het moment dat je dacht van, ik wil, ik wil beeldend kunstenaar worden of ik wil hier mijn baan van maken? Ja, nou de, de keuze dat ik hem gemaakt heb om er echt uh, mijn beroep van te maken, nou, dat is denk ik nu inmiddels een jaar of uh, elf of twaalf geleden. En uh, op nou, een gegeven moment kom je wel eens ergens in je leven dat je zegt, nou nu moet ik een keuze maken of links of rechts ga. Ja. En uh, dat moment kwam bij mij dat ik uh, overdag bij een baas aan het werk was, ja. maar s'nachts voor mezelf. Ja. Na op een gegeven moment dan, uh, zijn er te weinig uurtjes om te slapen ja. en, uh, en dat breekt op met je werk. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd: van, Nou, hier moet ik ergens een knoop doorhakken en voor mezelf kiezen. Ja. Dus toen ben ik uiteindelijk uh, echt voor, voor mijn eigen passie gegaan. Ja. En uh, dat heb ik uiteindelijk omgezet uh, door uh, fulltime te gaan werken. Ja. Daarvoor had u gewoon een saaie kantoorbaan? Uh... Nou, nou, gelukkig dat niet. Nee, nee ik heb uh, altijd in, in, in een buitenlief functie gezeten. Dus ik was altijd wel on the move. Maar uh, die was niet, zeker niet saai. Nee. Maar was niet mijn ding. Nee, nee. Nee. Maar hoe ziet u de toekomst nu als kunstenaar? Want wat, ja, u zegt eigenlijk. Uh... Ja, toekomst. Ja, mijn, mijn, mijn toekomst is met de dag. Met de dag. Ja. Dat is wel mooi gesproken. Ja, het is zo. Uh, je weet het nooit bij ons. Uh, het, is, uh, het kan vandaag uh, helemaal niks zijn, het kan morgen fantastisch wezen. En uh, één ding is wel waar ik me hou, aan vasthoud. Dat ik, ik heb zoveel ideeën en zoveel uh, dingen die ik wil maken. Dat is eigenlijk me, misschien wel mijn leidraad maken, maar vasthouden. Al het andere, ik zie wel. Dus het komt gewoon met de dag. Het ja. komt met de dag en ik uh, doe het al twaalf jaar. Dus uh, het kan. Gaaf. maar ik zie hier allemaal kunstwerken hangen. Maar wat is nou echt als ik in een, in, in een museum kom en dan denk ik echt van nou, dat is een echte Frans bom? Ja, nou, dat is altijd zo'n ding op het moment dat je het hebt over uh, uh, iemands handtekeningen, er wordt natuurlijk in de kunstwereld altijd over gesproken. Wat is een handtekening? Uh, dan zou ik zeggen, jullie zeggen, maak, maak straks wat opnames en, en zet ze achter elkaar en dan zul je zien dat je iets gaat zien in een lijn dat echt uh, mijn handtekening is. Maar wat, wat een van de belangrijke dingen is. Ik zoek altijd naar een soort van dynamiek in het werk, waarin uh, het als een soort van vierde dimensie werkt. Oftewel, eh, we kennen allemaal de drie dimensies, ja. maar in mijn uh, geval is het, vind ik het te gek als je er wat verder kunt dan dat. Dus heel veel van mijn werk kun je erheen kijken. En op het moment dat je erheen kan kijken, wordt de achtergrond je vierde dimensie. Ja. Oftewel, licht, schaduw, al dat soort dingen gaan er mee werken. Ja. Waardoor een werk heel dynamisch gaat worden. En dat is misschien wel een kenmerk van mijn werk. Maar uh, ja, ik zie wel allemaal een beetje hetzelfde zelfde soort patroon en zo. En dan noemen we handtekeningen. Ja, dat, zijn, ja, dat zijn dus de handtekeningen. Maar ja. probeert, dit is echt uw eigen, uw eigen creatie? Ja, ja, het is mijn eigen vinselcreatie, uh, weg waar ik in heb gewerkt. Maar dat houdt in, waar ik nu ben, daar ben ik over tien jaar niet. Uh, dat houdt in dat je als kunstenaar zijnde uh, dus niet een kunstje aan het doen bent. Maar je bent uiteindelijk kunst aan het maken. Dus elke keer weer weer het nieuws. Dus je gaat jezelf elke keer weer uitdagen om weer een nieuwe stap te kunnen maken. Wat is dan, dan uw inspiratie daarvoor? Om, om een nieuwe stap te maken? Ja. Uh, nou, uh, dat is een van de dingen. Ik, ik zit altijd te vol met de ideeën in mijn hoofd. Dus uh, dat is eigenlijk de grootste bron van, uh, van, uh, van, uh, van uh, waar ik uit put. En um, op het moment dat je altijd jezelf uitdaagt om wat nieuws te doen. Uh, wordt het ook geen verveling, wordt het dus ook geen kunstje. Ja. En uh, zoek je ook altijd naar de uitdaging van iets wat er nog niet is. Nou, en dat vind ik het belangrijkste in kunst. Ja. En uh, wie is nou uw, 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 uh, uw icoon? Uw, wie wil u bereiken? Nou, ik wil helemaal niemand bereiken. Ja, je wilt gewoon ja. lekker zo blijven. Ja, nou, dat, dat sowieso. Maar als je zegt: van heb je voorbeelden? Ja, die heb ik zeker. Uh, er zijn twee uh, grote uh, bekende kunstenaars: Eén uh, is uh, Brancusi. Uh, was een, uh, een Romeinse kunstenaar die uh, zijn werk in uh, Frankrijk heeft, heel veel, heeft gedaan is echt een kunstenaar die nou, een pad heeft gebaand die er nog niet was en uh, uh, dat vind ik fantastisch dat iemand dat durft te doen uh, daarnaast is er nog een kunstenaar die nu nog wel leeft dat is, uh, is uh, Dave Nash is een Engelse kunstenaar die uh, ook heel veel met hout werkt en uh, daarin uh, heb ik wel zoiets waar we voelen elkaar wel aan we spreken elkaar nooit over, we kennen elkaar ook niet maar gewoon het gevoel van het werk en uh, ja als ik ...ergens ben en de kom werk van hem tegen, dan, ja, dan lijkt het net of je hart dan wel harder gaat slaan... ...dat je denkt van, oeh, wel te gek. Ja. Ja, dus dat, 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 zijn, dat zijn twee kunstenaars waar ik zeg van, nou, ja, dat zijn wel een soort van voorbeelden. Maar ik, het zijn geen voorbeelden waar ik me aan vast wil houden dat ik dat wat zij hebben bereikt ook wil bereiken. Nee, maar wat, wat wil u dan bereiken? Geen idee. Nee, maar is, is er wel een, 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 een streven? Ja, nou weet je, ik zeg geen idee omdat ik... Omdat uh, ik wat vrijheid wil houden, uh, want, want je kunt je weg niet helemaal banen. Dat zeg ik al, je kunt niet heel veel verder dan een dag van tevoren uh, gaan denken. Uh, tuurlijk heb ik ideeën in mijn hoofd. Hey, ik wil heel graag in een groot museum hangen. Ik wil heel graag in een goede collectie terechtkomen. Tuurlijk, uh, uh, ik zou ook wel fijn vinden als ik wat, soms wat makkelijker mijn broeken mogen houden. Oftewel, uh, uh, financieel wat makkelijker van kan leven. Ja. Hey, het is nu soms uh, niks en dan is het weer wat. En uh, als daar wat, wat meer stabiliteit in zou komen, zou dat prettig zijn. Ja. Hey, dat is dat, maar dat is een beetje aan de, aan de, nou, aan de praktische kant. Uh, uh, wat ik heel erg blij vind is uiteindelijk mijn werk doorleven op het moment dat ik er niet meer ben. Dat het blijft bestaan en dat het altijd nog een soort van uitdaging blijft, ook voor andere mensen om ernaar te kijken. En dat is misschien wel het hoogste doel wat je kunt bereiken. Dus je wil wel een inspiratiebron zijn voor mensen? Absoluut. Dat is wel heel mooi, heel mooi gezegd. Ja. En dan zouden wij nu eigenlijk naar je, naar je werk mogen kijken? Ja, natuurlijk. Nou, uh, Ga lekker kijken. En, Top. Uh, ja, want dat is natuurlijk het mooiste wat er is: tijd nemen om naar werk te kijken, uh, uh, je tijd gunnen om, om het te mogen zien, en dan uh, laat het maar gebeuren.